Nee, de motor van de bullmarkt die is begin van dit jaar afgeslagen. En het ziet er niet naar uit dat die nu weer lekker wil gaan starten. Maar ja, vrijdag krijgen we weer belangrijk nieuws over inflatie vanuit Amerika. Dus wie weet dat de motor dan ineens weer aanslaat. Welkom bij de nieuwe Weekwatcher van zondag 5 juni 2022. Mijn naam is Peter Meiburg van slimmermetopties.nl. En ja, beleggers waren een beetje teleurgesteld dat de rally die de week hiervoor toch wel inzette, dat die niet heeft doorgezet. We hadden een negatieve week. De S&P 500 sloot ruim 1% lager op weekbasis. Dus ja, dat vonden beleggers niet leuk. Dus ja, er werd wat winst genomen en nu is dus de vraag, ja, gaan we weer verder naar beneden of is dit even een tijdelijk dipje? Nou, zoals ik al zei, vrijdag krijgen we belangrijk nieuws uit de Verenigde Staten over de CPI, Consumer Price Index, inflatie. En ja, dat is toch wel iets waar beleggers naar uitkijken. Ja, je hoort veel berichten dat misschien de inflatie nu wel op zijn piek is. Nou, persoonlijk geloof ik dat niet zo. Dus ja, dat wordt best wel een belangrijk dagje, denk ik, vrijdag. We gaan eerst weer eens kijken wat de beurzen hebben gedaan en of we daar een beetje chocola van kunnen maken voor de komende week. Nou, hier de SPY op het scherm. Kijk, je moet even niet letten op deze grote uitschieter naar boven als ik hem op de uurgrafiek zet. Dan zie je in het gearseerde gedeelte, of dit donkere gedeelte, dat is eigenlijk na beurs en dan, ja, dan schiet dat alle kanten op. Maar in ieder geval is het wel duidelijk dat hier 1,7% zelfs de SPY omlaag ging. Dus ja, het kan zijn dat die beurs nu een beetje zijwaarts blijft bewegen en dat we misschien vrijdag ineens weer een uitschieter krijgen. Wie zal het zeggen? Ik heb hier twee lijntjes staan. In een van mijn accounts heb ik weer een Iron Condor opgezet. Want ja, er komen misschien wel uitschieters naar boven en naar beneden. Maar ja, de kans is er ook wel weer groot dat we per saldo nog misschien niet echt op heel korte termijn een richting uitgaan. En dan vind ik een Iron Condor toch altijd wel een hele fijne strategie om die op te zetten. Als we kijken naar de ETF van de Nasdaq, de Qs, beetje hetzelfde verhaal. Je ziet dat die koers nu tussen dat MA20 en dat MA50 in zit. Dus wie weet gaan we een beetje zijwaarts ook hier. Als we kijken naar de ETF van de Dow Jones. Nou, ook weer een beetje hetzelfde. Het is misschien ook niet zo gek. We hebben natuurlijk toch wel best wel een behoorlijke stijging gehad in korte tijd. En ja, vaak moet zo'n koers dan natuurlijk even als het ware tot rust komen. Als je nog even kijkt naar, ja, weerstand, waar ligt hier weerstand? Een beetje in dit gebied hier, denk ik, zo waar we nu zitten. En als we trouwens nog even teruggaan naar de SPY, dan denk ik dat we zo rond dit niveau, ja, 4,15, 4,20 nog wel wat weerstand hebben. En als we kijken naar de Q's, hier ongeveer. En als we dan tot slot nog kijken naar de IWM, ja, die zal ook wel wat weerstand gaan ondervinden rond dit niveau, hè, waar we nu zijn aanbeland. Het is ook een beetje in de buurt van dat dalend MA50. Dus ja, er zal best nog wel even wat moeten gebeuren. Nou ja, misschien vrijdag met cijfers die positief worden ontvangen. Maar in ieder geval, ja, ook hier twee lijntjes. Dat was van mijn Iron Condor. Die heb ik afgelopen vrijdag gesloten met winst. Ik heb altijd een automatische winstorder in liggen als ik een positie open. En deze had ik ingelegd op, ik dacht, 85% van de ontvangen premie. Nou, die was binnen, dus mijn positie werd gesloten. En ik ga de komende week weer, denk ik, een nieuwe opzetten. Dat doe ik zo'n beetje elke maand op IWM. Nou, als we nog even kijken naar GLD, de edelmetalen. Ja, een beetje zijwaarts. SOV had vrijdag weer een mindere dag. Maar goed, als we dan ook nog eventjes kijken
Want ik zat zo naar de wat langere termijn te kijken, hè, wat je toch ook wel eens een keer moet doen. Dus als we nog even teruggaan naar die SPY bijvoorbeeld. En ik zet hem hier op de maandgrafiek. Deze zet ik even hier. Ja, dan is het natuurlijk ook niet zo heel raar. Je kan ook op Fibonacci niveau ongeveer vanaf dit niveau trekken. Niet zo heel raar als die koers bijvoorbeeld tot de 350 nog zou dalen. Hè. Dat is dan hier dat 50% niveau. Hij kan zelfs, ja, als je de Fibonacci gaat volgen, nog wel tot ongeveer dit niveau gaan dalen. Dus ja, ik zou niet raar opkijken als de komende maanden misschien toch ook nog weer dat 350, misschien wel 300 niveau nog een keer gaan zien. En ja, als je het op de lange termijn bekijkt, is er natuurlijk nog steeds dan niet iets heel geks aan de hand, want die koersen die zijn natuurlijk gigantisch hard gestegen de laatste jaren. Ja, en dat je dan eens een keer een terugval krijgt, ja, dat is eigenlijk, zou dat alleen maar gezond zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar de Q's, ook de maandgrafiek dit, nou, je ziet hoe hard het gegaan is, vooral vanaf 2020. Toen stond die koers hier op ongeveer, nou ja, laten we zeggen 175, 2 jaar later op 400. Nou, voor een index is dat natuurlijk gigantisch. En als je dus ook hier zo'n Fibonacci zou trekken, nou, dan zou die nog makkelijk hier naar de 290 kunnen. Misschien wel naar de 265. En dan zou dat een beetje in de buurt van dat MA50 komen. Dus alles is eigenlijk mogelijk. Ja, en als we nog eventjes kijken, ik had hier nog iets op mijn briefje staan. Ja, weerstandsniveaus, daar had ik het al over gehad. Als je nog even kijkt naar die lange termijn grafiek, en ik pak ook het RSI er nog even bij, dan moet ik die ook even op de maandgrafiek zetten eigenlijk. Ja, dan zie je, als je het over een hele lange periode gaat bekijken, toch wel negatieve divergentie. Zie je, de koers die gaat omhoog, het RSI dat loopt omlaag en dat zit nu ook onder dat 50 niveau. Nou, dat is meestal ook wel een teken van zwakte. De SPY, nou, een beetje hetzelfde verhaal. We hebben hier een dalend lijntje in het RSI. En we hebben een stijgend lijntje in de koers. Nou, het RSI dat hangt een beetje rond dat 50 niveau. En ja. Kijk, het is natuurlijk een hele lange termijn, dus op de daggrafiek kan er natuurlijk nog best wat gebeuren. Maar als je het op de lange termijn bekijkt, is die uptrend nog steeds intact. Alleen het is heel goed mogelijk dat we nog een tikje terug gaan doen. Dat is het eigenlijk. Hè? We kunnen ook nog even kijken naar de... Wacht eventjes, zoom even dit erbij pakken. Naar de fix... Want de fix die was wel weer aan het dalen, dacht ik. Ja, 0,28% erbij vrijdag. Ja, die hangt nu een beetje rond dat MA50. Dus ik zat te denken, als die fix hier daalt naar de 20, dan is het misschien helemaal niet zo'n gek idee om eens bijvoorbeeld wat call-opties op de fix te kopen. Al was het alleen maar om misschien wel je huidige posities te beschermen. Want je ziet, die VIX die maakt elke keer, als die zo rond dat 20 niveau komt, maakt die weer van die sprongen omhoog. En ja, dat is natuurlijk heel goed als jij op dat moment een paar call-opties hebt lopen. Dus het is ook nog redelijk betaalbaar, denk ik, die call-opties op dat moment. Dus dat is misschien wel een aardig idee. En ja, verder posities innemen op dit moment, ja... Er zijn niet heel veel kandidaten voor bullish posities, maar een paar vielen mij toch wel op. En dat is T-Mobile, zie je. T-Mobile, ik zal eens kijken op de weekgrafiek. Nou, die heeft een nieuwe, ja, van, in ieder geval van dit jaar, een nieuwe top zet hij neer, zie je. Die is uitgebroken, dus dat ziet er eigenlijk wel heel sterk uit. Het MA20, ja, staat op het punt dat MA50 te gaan kruisen, dus... Het zal me niet verbazen als wij hier op weg gaan naar de eerste weerstand. En dat is rond de 150. Dus ja, T-Mobile. Nou, een ander is uit de
olie- en gassector. Dat zou je niet verbazen misschien, maar Valero Energy, nieuwe all-time high, ziet er heel sterk uit. Persoonlijk ja, ben ik niet zo'n voorstander van om nu in te gaan stappen. Het zou het mooiste zijn als die bijvoorbeeld ja, tot het, misschien dat MA20 zou terugvallen, hè, zoals die een paar keer heeft gedaan en misschien dan weer verder omhoog gaat. Maar goed, ziet er heel sterk uit. Wat had ik nog meer? Ja, deze natuurlijk, Northrop Grumman. Dit was een hele mooie dag op vrijdag. Zie je ook wel uitgebroken boven zo'n weerstandniveautje. Je moet er een liefhebber van hebben, van de aerospace en defense. Hè. Je kan natuurlijk ook principiële bezwaren hebben. Het zijn allemaal bedrijven die natuurlijk ook wapentuig maken. Maar de koers op zich, ja, ziet er natuurlijk heel sterk uit. Ja, en voor de rest, waar je natuurlijk ook nog aan kan denken, dat zijn ETF's van landen. Nou, bijvoorbeeld, als je kijkt naar Turkije. Turkije wordt door veel beleggers op dit moment als redelijk goedkoop gezien, althans de ETF. In Turkije hebben ze te maken met wel met gigantische inflatie door het absurde beleid van Erdogan. Erdogan die wilde ja, de rente alsmaar laag houden. En dat heeft natuurlijk gezorgd voor een enorme daling van de koopkracht van de Turkse lira. Maar goed, als je gewoon kijkt naar die ETF, vrijdag een hele mooie dag, ruim 2% erbij, boven het MA50 gesloten. Dus dat ziet er heel goed uit. Hetzelfde geldt een beetje voor Brazilië. Je ziet na een behoorlijke correctie schoot de koers omhoog, boven het MA50. En die rust daar nu een beetje op. En ja, het is misschien wachten op een verdere voortzetting. Het kan natuurlijk zijn dat hij nog wat verder daalt, maar dat moeten we gewoon even afwachten. En een ander hebben we ook nog, Mexico. Nou, die ziet er eigenlijk ook heel goed uit. Je kan hier natuurlijk ook dat Fibonacci niveau op loslaten. Nou, dan is die koers geweest rond dat 50% niveau. Stijgend MA20, nu ook gesloten boven het MA50. Dus Mexico, ja, ziet er ook helemaal niet slecht uit. En dat zal misschien ook wat te maken hebben met de dollar. Even kijken of ik daar iets... Ja, dit is de zogenaamde Dixie. Hè, dus de relatieve sterkte van de dollar. Nou, die dollar is wat gedaald. Ik weet natuurlijk niet hoe dat zich verder ontwikkelt. Maar ja, een dalende dollar is op zich altijd wel goed voor die opkomende markten. Dus ja, misschien nog wat ideetjes voor de komende weken misschien. Dus ik hoop dat je hier weer iets aan hebt gehad. Als dat zo is, duimpje omhoog, ben ik heel blij mee. Je kan je abonneren, zoals je weet, op dit kanaal. Even op de knop hieronder klikken. Klik ook even op het belletje, dan krijg je automatisch een seintje als ik weer een video upload. Heel veel dank voor je aandacht. En laten we gewoon gaan kijken wat de komende week ons weer brengt. Want ja, daar moeten we toch maar mee doen. We kunnen wel proberen dingen te voorspellen. Maar ja, voorspellen, dat, zoals je weet, dat is eigenlijk onbegonnen werk. We moeten gewoon toch maar reageren op wat de beurs ons allemaal brengt. Dus we gaan het zien. Tot volgende week. Dag!